het is thee, munt met dadels en walnoten of zo. Die is ook goed voor hersenen, zeggen ze. Ja, en ik heb mijn ontbijt wil ik samen met jullie delen. En dat is een beetje uien met eieren en een beetje Marokkaanse kruiden. Dus het komijn en een beetje gember in en poeder. De lengte heb ik van mijn moeder. Maar de gezicht denk ik zo als je kijkt. Mm-hmm. Een beetje van mijn vader. Hij was een... Een brede postuur, ja? Meneer, ja. En daaronder is... Is dit jouw moeder dan? Mijn moeder en met ik jou? Ben... Ja, dat ben ik, ja. Ja. Ze hebben een voorbeeld in onze wijk in Marokko. De hele stad kent mijn vader. Kent mijn vader en mijn moeder dus. Ik bedoel oude generaties. Hè? Dus, oh, moeder, niet meer praten over haar. Was een goede vrouw, dit, dat, dit, doet. Alleen maar goede dingen. Mijn vader ook, zeg maar, andere kant. Van, hij was, hoe noemen we het, ander zoon van gierig. Onbaatzuchtig. Ja. Nou zei je net dat je vader, iedereen kende je vader. Ja. Ik denk dat iedereen in Breda ook wel weet, Kapsalon Dagmani. En u? Misschien. Ik durf niks te zeggen, maar ik hoop het. En een goeie, ik hoop het. Ik kan niks over mij zeggen. Als de mensen kennen, Dagmani, goede mensen of goede kapot, dan is het. Ik hoop het misschien dat ik ook hetzelfde weg stappen naar mijn vader. Zer. Zer. Ja. Zer. Ja, ik hoor hem. Ja, dat is zer en jma'a, groep, ja. En dan zmart. Nog één keer. Zmar. Jma'a. Jma'a. Jma'a, zmar en dan zer. Zer. Drie. En zeg je dan ook proost of wat zeg je dan? Gewoon bismillah, bismillah. Bismillah, dus in de naam van bismillah. God. Bismillah. Bismillah. Bismillah, dus de naam van God. Zonder bismillah, zonder de naam van God kan jij niks. Okay. Ja, dus alles. Eten, drinken, douchen, kleding dragen, bismillah. En dus zeg je dat vaak op een dag? Ja. Bismillah, hoe vaak bismillah. Dan? Hoe vaak moet je dat, hoe zeg je dat iedere dan? Keer als ik iets wil beginnen. Als ik vergeet, dan moet ik weer anders zeggen. Maar dan ben je dan wel de hele dag ook aan het benoemen in je hoofd? Bismillah. Ja, bismillah. Als ik straks naar mijn werk ga, bismillah. Als ik ga douchen, bismillah. Ja. Ik ga niet eten, bismillah. Ja. Bismillah. 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 Als ik vergeet, dan zeg ik weer andere woorden. Sorry. Ja. Bismillah. Mijn gedenken is altijd naar Europa gaan. Dus maar moet ik echt goed zijn om er te vertrekken? Ik weet dat de afstand van een mijl begint met een stap, zeggen ze. Ja, maar je moet echt goed zijn. Ik ga niet naar Europa. Als ik naar een kapper wil werk gaan zoeken of zo, dan moet ik gelijk aan de slag zijn. Een beetje talent. Maar ik denk altijd van, moet mijn handen of tondeus of schaar de taal spreken. Of vertalen wat ik wil, wat ik zeg. En dat is gelukt. In Marokko, de meeste van mijn klanten knippen ze gratis. De meeste mensen hebben niks. Ik knip bijna de helft van de klanten per dag gratis. Ja. Stel je voor een oude meneer die bij jou komt, baard scheren, heel groot snor, met snoten ook, ik doe hem netjes. Uiteindelijk komt hij met 10 cent. Wat ga je 10 cent broodje kopen? Dan zeg ik gewoon beter, niks doen. Het leven is ook goedkoper daar in Marokko. Ja, om eerlijk te zijn. Dus de helft van mijn klanten doen, knippen ze gratis. En mijn ideeën, ervaring, geen geld. Ik wil gewoon echt goed zijn. En dat is gelukt. Hier, dat is in mijn hart, in mijn bloed. Dat kan je niet zeggen. Maar natuurlijk, het is hier minder. Ik knip niet de helft van de klanten gratis, omdat iedereen hebben. Maar er zijn situaties natuurlijk. Ik ben gewoon zo gegroeid. Dat heeft te maken, dat zit in mijn bloed. Tientje mag je hebben, tientje in de markt. Zo.